Waar er een foto mee is. Ja. Spreekrecht. Allereerst mevrouw Van Jolen van Gigi Music House, gedurende maximaal 4 minuten. Mevrouw Van Jolen, gaat uw gang. Ja, gaat uw gang. Geachte voorzitter en geachte raadsleden. 30 november stonden wij hier voor de commissieruimte. Wij waren deze avond zeer verheugd te horen dat de fracties het culturele belang van JJ Music House erkennen en dit cultuurpodium voor Zoetermeer wensen te behouden. Een aantal fracties gaven aan budget beschikbaar te willen stellen. Nog meer verrast waren wij toen de gemeente een paar dagen later contact met ons opnam. Er bleek een geschikte locatie voorhanden en men kwam met een voorbeeld van een nieuw onderkomen. In het tweede gesprek, 1 dag later, is de locatie bekeken. Ook hebben we tot op detailniveau naar de bouwtekening gekeken en naar de kosten, onze bijdragen hierin en een tijdsplanning. Een droom leek uit te komen. Blijken dromen ook nu weer bedrog te zijn? Er ligt een memo waarin wordt voorgesteld dat er een stuk grond voorhanden is dat aan ons verhuurd kan worden. JJ Music House zal dan echter zelf voor de huisvesting en voor de financiering voor de bouw van deze huisvesting moeten zorgen. Voor ons een onmogelijke opgave. Hiermee valt het doek voor JJ Music House en verdwijnt dit cultuurpodium voor Zoetermeer. Is dit niet in tegenspraak met de wens van de fracties die hun intenties voor het behoud van JJ Music House hebben uitgesproken? Een passende oplossing voor zowel de hockey als voor JJ Music House is mogelijk. Echter, het voorstel wat er nu ligt is voor JJ Music House geen oplossing. Integendeel. Weer even terug naar de essentie waar wij voor staan. Wij zijn een laagdrempelig en sociaal-cultureel podium waar, zoals bewezen, behoefte aan is. Door de sfeer die JJ Music House uitstraalt en ons verbindend vermogen, hebben wij een thuisbasis voor muzikanten en bezoekers weten op te bouwen, die in een wijde omtrek bekendheid geniet. Wij zijn dit oefencentrum en cultuurpodium gestart vanuit een passie. Met deze passie en met gedrevenheid leveren wij op deze wijze een bijdrage aan de gemeenschap. En daar willen wij graag mee doorgaan.
Nogmaals verwijzen wij naar de uitspraak van de wethouder van cultuur dat het van belang is dat Zoetermeer blijft investeren in kunst en cultuur. Of zijn dit slechts loze woorden? We hebben initiatief genomen en gezorgd dat er anno 2011 een cultuurpodium staat waar Zoetermeer trots op kan zijn. Wij blijven van mening dat JJ Music House een toegevoegde waarde is voor Zoetermeer. Dat past binnen het cultuurbeleid en de stadsvisie 2030. Beste raadsleden, wij doen een appel op uw culturele hart. Laat alle mensen die hier hun vrije tijdsbesteding vinden niet in de kou staan. Waar een politieke wil is, is een weg. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Jolen. Inclusief applaus heeft nog een halve minuut over. En gaan wij. Soms zeg ik de verkeerde dingen. Maar goed. Maar het onderwerp komt ongetwijfeld bij je kwadrant aan de orde. En dat geldt ongetwijfeld ook voor de volgende bijdrage die je...